In de trein wordt gebeld. En normaal als je in de trein gebeld wordt, neem je voor op zijn hey, hallo met mij, ik zit in de trein, ben je straks terug. Zeker in de stiltecoupé. In dit geval, in de stiltecoupé, telefoon gaat meisje net zo. Hey, hallo met mij! Waar ben je? Oh my god! Waar ben je? Oh my god! Waar ben je? Waar ben je? Oh my god! Waar ben je? Dus ik denk van ja, ik loop even naar haar toe en ik duw er even aan, want ze staat stationair te draaien. Wie weet komt ze niet gewoon. Maar ze, ik stond op en dit is wat ik deed. Dat is wat ik deed. En zij zei, is er iets? Dus ik zei, nou, je maakt nogal vrij veel lawaai. En toen ging ze het uitleggen, vond ik heel mooi. Toen zei ze, ik weet niet of je het door hebt, maar ik ben aan het bellen. En toen zei ik, nou, ik weet niet of jij het door hebt, maar John Carter staat nu op Mars. En die denkt, wie de fuck is dat kutwijf? Zo hard praat jij. En toen zei ze, vond ik wel heel grappig, want ze ging door. Ze zei van, jij denkt zeker dat je grappig bent of zo? En toen zei ik, dat kan redelijk imiteren. Toen zei ik, oh, jij denkt zeker dat dat t-shirtje hier staat? Nou, heerlijk, we waren informatie. Maar toen had ik echt een gevoelige snaar geraakt, had ik niet door. Ik had kennelijk iets gezegd over haar gewicht, maar kennelijk denk jij dat t-shirt. En toen zei ze, oh, tuurlijk. Tuurlijk, zeg je dit omdat ik dik ben? Zeg je dit omdat ik dik ben? Hé, hey, vertel me iets wat ik niet weet. Dus ik zei, nou, patat is geen groente. Gewonnen. Dat is hoe je conversaties wint. Dat is gewoon, in principe, als Dennis van der Geest aanwezig geweest, zo'n judoka, die had gewoon zo'n verbale ippon ari. Die had gewoon dat gedaan.